Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 973 beginnen we aan Hebraïen 12. Het hoofdstuk begint met het afschilderen van een beeld van een groot stadion of arena, waarin hardlopers bezig zijn met een wedstrijd. Hebreen 12, vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. De gelovigen worden voorgesteld als lopers in een wedstrijd. De wedstrijd is nog niet afgelopen, maar is nog in volle gang. De lopers hebben nog een heel stuk voor zich. Op de tribunes zitten de geloofshelden uit het verleden als toeschouwers. Ze moedigen de hardlopers aan om vol te houden en de wedstrijd uit te lopen. Het gaat uiteraard om een beeldspraak. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën zegt nog niets over de toestand waarin de geloofschelden van vroeger zich bevinden, maar ze hebben het eind van de race al bereikt. Toch zal, bij wijze van spreken, hun prijsuitreiking op hetzelfde moment plaatsvinden als dat van de huidige lopers. In Hebreeën 11 vers 40 hebben we gelezen dat zij zonder ons de volmaaktheid niet zullen bereiken, dat wil zeggen zonder ons zullen zij de beloning niet ontvangen. Let wel, de schrijver suggereert hier niet dat de geloofsgelden van vroeger met de gelovigen van vandaag communiceren. Zij bemoedigen de gelovigen van nu met hun voorbeeld, met hun getuigenis, zoals dat van gods wegen in de Bijbel is opgeschreven. Hun toejuichingen en aanmoedigingen zijn de woorden uit de Bijbel die uit hun mond of over hen zijn opgeschreven. Zo spreken zij als het ware in het heden. Hebreën 12, vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Op de eretribune zit de Heer Jezus naast God de Vader. Op hem moeten de lopers letten. Eens liep hij ook de wetloop van het geloof. Hij moest tijdens die geloofswedstrijd zelfs door de dood aan het kruis heen, maar hij ging verder door het geloof. Hij geloofde in de prijs, de vreugde, welke voor hem klaar lag, namelijk de ereplaats naast God de Vader. Niet voor niets wordt hij hier genoemd als degene die ons de weg wijst, of, zoals we gelezen hebben, de leidsman en volender van het geloof. Dat houdt in dat de Heere Jezus Christus de eerste was van een groep die hem volgt. Hij is het doel van ons geloof. Dat wil zeggen dat hij als eerste het volledige doel van de geloofsweg bereikte, namelijk de heerlijkheid van God. Want nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. En datzelfde doel moet de lezers van Hebreeën, maar ook ons, voor ogen staan. Het doel van ons geloof moet ons voor ogen staan als de zonde ons van het volgen van Jezus Christus aftrekt. Dit doel moet ons voor ogen staan als tegenstanders onze levensweg lijken te versperren met vervolging en verdrukking. Met de zekerheid en het uitzicht op de blijdschap die ook hen te wachten staat, zullen gelovigen vandaag. In navolging van de Heere Jezus Christus, door de verdrukking heen gaan, omdat er aan het eind van deze watloop van het geloof een beloning is, namelijk eeuwig bij Hem te zijn en Zijn heerlijkheid. We lazen in het eerste deel van Hebreeën over het gevaar van af te drijven van het geloof, dat wil zeggen van alleen maar hoorders te zijn, en verder niet door te groeien. In het laatste deel van Hebreeën waarschuwt de schrijver de gelovigen voor het gevaar om stil te staan. Hij zegt, wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Een van de grootste gevaren in het leven van een christen is stagnatie of zelfs stilstand van het geestelijke groeiproces. In 1 Korinther 3 versen 1 tot en met 11 staat En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeslijk zijn, als tot jonge kinderen en christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is, en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk, en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan? En wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent? En dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollo's heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God, die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u, overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is. Heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er achter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is: dat is Jezus Christus. In Hebreeën 5, vers 12 tot en met 6, vers 6 lazen we ook al over deze dingen. Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg vergevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Daarom is het niet goed. Telkens weer terug te gaan naar wat wij in het begin over Christus hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. Het heeft weinig zin er nog eens over te beginnen dat wij ons moeten afkeren van daden die tot de dood leiden, maar dat wij op God moeten vertrouwen. Wij hoeven ook niets meer te leren over de verschillende dopen en het handopleggen, over het opstaan van doden en een eeuwig oordeel. Als de Heer het goed vindt, zullen wij nu verder gaan met andere dingen. Als iemand God terug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het hemelse geproefd. Hij heeft aan de Heilige Geest deel gekregen. Hij weet dat het goed is wat God heeft gezegd, en hij heeft ervaren wat voor krachten er in de komende wereld werken. Door God terug toe te keren kruistigt zo iemand de Zoon van God eigenlijk opnieuw, en maakt hij hem bespottelijk. Maar een gelovige moet juist blijven kijken naar Jezus. Als iemand verdwaald raakt in de extreme kou van de Noordpool, dreigt er het grote gevaar van doodvriezen. Een eerste dreiging is dan het gevaar van in slaap vallen. Een mens moet dan tegen de slaap vechten en blijven bewegen om warm te krijgen en doodvriezen te voorkomen. In geestelijk opzicht is het gevaar voor een gelovige hetzelfde. Wij moeten onszelf dwingen om wakker en in beweging te blijven, in onze relatie met Christus. Anders vallen we in slaap en vriezen we geestelijk dood. Terug naar Hebreën 12. De grote menigte van getuigen die ons ziet en aanmoedigt is meer dan zomaar een grote menigte, alleen toeschouwers. Het gaat om geloofsgetuigen uit Hebreeën 11: zij zijn degene van wie God in de Bijbel getuigenis heeft laten afleggen. Zij hebben zelf de wetloop van het Geloof al volbracht en zijn zo een voorbeeld voor de gelovigen, die nog in de wedstrijd zijn. Het grote aantal getuigen verplicht de gelovigen des te meer om net als zij te volharden. Het zijn dezelfde woorden waarmee Paulus zijn medewerker Timotius aanmoedigt in 1 Timotius 6, vers 12. Daar staat, strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede beleidenis afgelacht hebt voor vele getuigen. En in 2 Timotius 2, vers 2 zegt hij, en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Soms zijn er bij dit doorgaan dingen die een gelovige kunnen verhinderen. Vandaar de oproep om alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrekt, af te leggen. Om in het voorbeeld te blijven, een hardloper moet zich zo licht mogelijk maken. Geestelijk gezien zal daarbij gedacht zijn aan het afleggen van iedere zondenlast en wereldse gezindheid. Op vele manieren worden gelovigen daartoe aangemoedigd. Zo staat bijvoorbeeld in Romeinen 13, versen 12 tot en met 14 het volgende. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschap, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Het karakter van de zonde is dat een mens erin verstrikt raakt. In Matthäus 13, vers 22, geeft de Heere Jezus er een voorbeeld van. Daar staat, dan zijn er mensen die het goede nieuws horen, maar het laten verstikken door de zorgen van het leven en het verlangen naar geld. Eigenlijk doen ze niets met het goede nieuws dat ze hebben gehoord. Dit soort mensen lijkt op de grond die vol destil staat. Voor de volledigheid wil ik wel aankaarten dat binnen het verband van het Bijbelboek Hebreën het bij het afleggen van last ook gaat om het afleggen van de ceremoniële wetten, van het oude verbond. In Gebreen 9, vers 10 lazen we over deze wetten: dat het alleen ging om bepaalde gebruiken. Wat men wel of niet mocht eten en drinken, waarom en hoe men zich moest wassen. De mensen moesten zich eraan houden zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen. Ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament wordt het beeld van een wedloop gebruikt. Het is het beeld van een stadion vol met toeschouwers. In 2 Timootjes 4, versen 7 en 8 staat: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden, verder is voor mij weggelacht, de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige achter mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Over de wedstrijd zelf schrijft Paulus nog meer. In 1 Korinthe 9 versen 24 tot en met 27 staat: "Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Ook in Filippenzen schrijft Paulus over de wedstrijd. Daar staat in hoofdstuk 3, versen 8 tot en met 16. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God... Door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend. Naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen: laten wij eensgezind zijn. De woorden van Hebreeën 12, versen 1 en 2 blijven actueel en geven concrete aanwijzingen. We lazen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrekt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Niet alleen de grote menigte van getuigen moedigen door hun voorbeeld de gelovigen aan, bovenal zal het geloof van de Heer Jezus zelf tot steun zijn. De gelovigen moeten alleen hun oog op Hem richten. Jezus Christus kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. Het is de blijdschap van de eeuwige heerlijkheid, van de komende eeuwige blijdschap, waarover we al in het Oude Testament lezen. Net zoals de Heere Jezus volhield in zijn lijden en sterven, worden de gelovigen opgeroepen vol te houden en niet op te geven. Christus is het doel van ons geloof. Ziende op hem wordt ook van een gelovige verwacht te verdragen en te volharden. Van de Heere Jezus Christus werd in Hebreeën 1 vers 3 al gezegd, Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de achterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. En Christus zit nog altijd aan de achterhand van God de Vader. Daar wacht hij totdat zijn vijanden aan hem onderworpen zijn. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.